Vandaag heb ik weer voor jullie een super vette video. Het is vandaag een super handige tip die je eigenlijk altijd moet gebruiken in Fortnite. Het gaat namelijk om de jump pad. Hoe je dus twee keer zo hoog, ja letterlijk twee keer zo hoog kan komen met de jump pad. Het is een vrij makkelijke manier om te doen. En ik ga het jullie gewoon laten zien. Ik heb hier een replay. Ik ga hem even live aan jullie laten zien. Dan kan ik een beetje uitleggen. Ik kan ook helemaal gaan editen en zo, maar dat is allemaal wat lastiger. Dit gaat veel makkelijker. Dus ik ga jullie laten zien hoe dit gaat. Het is, zoals ik net al zei, niet heel moeilijk. Je moet alleen dus de jump pad hebben. En je moet een bounce trap hebben. Minimaal één bounce trap. Eigenlijk heb je er maar één nodig. Volgens mij heb je er niet meer nodig. En je hebt een stuk of 50, 60 hout nodig. Nou, we gaan eens eventjes kijken hoe die gaat. Het is dus de bedoeling dat je twee keer zo hoog kan springen met een jump pad. Want soms heb je dus gewoon van, joh, heb je een beetje het gevoel van dat je niet zo ver komt. Weet je wel, stel je zit in de zone, komt eraan en je moet even heel erg ver komen. Dan kan je dus ervoor kiezen om gewoon een jump pad neer te zetten en dan gewoon maar te gaan. Maar wat je ook kan doen is dit. Je kan dus, hetgene wat ik nu ga uitleggen, kan je dus ook gaan doen om dus twee keer zo hoog te komen en daarbij dus ongeveer misschien wel vier keer zo ver te komen. Dus laten we gewoon gaan kijken. Zoals je ziet heb ik hier ook de nieuwe skin. Ik heb die skin gekocht van de voetbal. Vond ik wel leuk om even een oranje tenuutje te hebben. Terwijl Nederland helemaal niet meedoet aan het WK. Maar ja, dat is eventjes tezijde. Zoals je ziet bouw ik hier omhoog. Vervolgens bouw ik twee plafonds. Of hoe noem je die dingen? Twee vlakke stukken naar voren. Wat ik dan doe, op dat laatste vlak bouw ik overal met muren waarvan ik de eerste muur die ik recht voor me zet, daar maak ik dus zo'n ding van, zo'n poortje. Daarna bouw ik dus zo bam bam bam. Simpel als dat, dan maak je de drie muren omheen. En vervolgens plaats je achter je de jump pad en plaats je de bounce pad aan die kant of de bounce trap. Dat is dus de layout. Ik ga hem zo meteen nog eventjes laten zien voor het geval je het nog niet weet. Of niet helemaal, nog niet helemaal snapt. Maar ik ga dus nu laten zien hoe die werkt. Wat je dus moet doen is je moet recht op de bounce pad lopen. Niet springen, letterlijk erop lopen. En kijk maar wat er gebeurt. Wow, dit is hoog jongen. Dat is echt insane hoog. Ik ga zo meteen volgens mij laten zien hoe het eruit ziet als je gewoon springt. Dit is hoe hoog je komt als je gewoon springt. Nou, echt totaal niet zo hoog. Maar kijk, ik zal nog een keer laten zien. Zo, ongeveer. Je komt net boven die structure uit. Net boven die eerste structure. Kijk al wat er gebeurt als je hierop springt. Oh, nu moet je wel rechtop springen, Dion. En moet je kijken, dat is gewoon letterlijk twee keer zo hoog. Ik kom zwaar boven dat houten bouwwerk uit. Echt sowieso twee keer zo hoog. Dit is echt een super efficiënte manier om hoog te komen. De reden waarom dit zo goed werkt is omdat, laat maar zeggen, een soort van effect krijgt als je tegen die bounce pad daar komt. Waarmee je dus, wat je ook met die hopworks krijgt, weet je wel. Je krijgt een soort van low gravity effect. En dit is de reden dat je, als je heel snel met het low gravity effect op een jump pad komt, word je twee keer zo hoog gelanceerd. Dat is dus al zo, als je een hopwork inneemt en erop springt, dan heb je hetzelfde effect als wat je nu hebt, laat maar zeggen. We gaan gewoon even verder kijken, want er komt nog iemand aan die probeert het ook, maar die faalt een beetje. Kijk maar, oh ja, die kwam tegen mij aan. Ik weet niet of ik het nog een keer ga doen. En volgens mij ga ik het nog een paar keer laten zien. Mensen maken natuurlijk gebruik van. Ik deed een 50-50 en het was nog maar één persoon die moest leven. Volgens mij ga ik het zelf hier nog een keer proberen. Zie je, je kan ook een beetje schuin oplopen en dan kom je gewoon een heel stuk hoger als dat je normaal komt. En zo te zien is er een teammate aan het schieten op mijn jump pad. Hartstikke grappig, maar hij heeft hem uiteindelijk toch niet kapot kunnen maken. En die andere gast had natuurlijk met de boel geëdit. Haha, heel grappig. Zo is die structure trouwens, voor degenen die nog niet wisten. Zo doe je dat. Weet je het gelijk ook eventjes. Zoals je dus ziet, ja, we hebben gewonnen. Ik ga nog even terugspoelen naar het stuk dat ik hem bouw. Even kijken wat het ook weer was. Moet je even goed opletten wat ik doe. Ik bouw sowieso één trappetje. Daarna twee plateautjes achter elkaar. Dan gooi ik meteen een muur voor mezelf. Die edit ik. Zo. Ja. En dan doe ik zo twee bam bam. Ja. En dan plaats ik... Je maakt niet uit welke volgorde je doet hoor. En daarna gooi je dus die bounce trap. En dan loop je niet springen tegenaan. En je bent helemaal klaar. Super tof. Ik hoop dat jullie wel hier wat aan gaan hebben. Ik vind het in ieder geval een hele handige tip. Ik gebruik hem sowieso als ik de jump pad heb en dus bounce traps. Bounce traps zijn niet heel lastig om aan te komen. Jump pads wel. Maar ja, als je dan toch alle twee hebt, waarom zou je dan niet dit gebruiken? Want dames, dit is namelijk echt een super handige methode. Jongens, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Ik vond het super gezellig dat jullie hebben gekeken. Abonneer zeker op de filmpje. Zet een belletje even aan. Klik op de video's hieronder. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Peace out.